Rachel Hazes, die onlangs vol enthousiasme de deuren van Brasserie Casa Hazes in Torremolinos opende, lijkt nu al te maken te hebben met een dreigende sluiting. Ondanks de dagelijkse drukte op het terras van de Brasserie, zijn er klachten van omwonenden over geluidsoverlast, wat de toekomst van Rachels droomproject in gevaar brengt. De bron van de klachten schijnt te liggen in de hoek van Annemarie, de moeder van Monique Westenberg. Volgens Patty Bart, die eerder uitleg gaf in shownieuws, heeft Annemarie veel vrienden in de buurt en lijkt ze een soort kamp Westenberg te hebben gecreëerd? Deze situatie wordt verder gecompliceerd door de bekende rivaliteit tussen Rachel en Annemarie. Spanje hanteert strikte regels met betrekking tot geluidoverlast en de klachten van de buren zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor Rachels brasserie. Volgens weekblad Paartin bestaat het risico van sluiting of intrekking van vergunningen, waaronder de cruciale muziekvergunning, als de gemeente de klachten serieus neemt. Het afgelopen weekend vierde Rachel haar 54ste verjaardag, maar deze bleek minder feestelijk dan voorgaande jaren. Opvallend afwezig waren felicitaties van haar kinderen André en Roxane, evenals van haar zus Els. Hierdoor was haar verjaardag een eenzame aangelegenheid, aangezien de meeste mensen deze speciale dag met hun familie doorbrengen. De toekomst van Brasserie Casa Hazes hangt nu aan een zijden draadje, en Rachel zal wellicht snel moeten beslissen hoe ze met deze situatie omgaat om haar droom niet in duigen te zien vallen. De sociale media, ooit een platform voor trots en vreugde, laten nu een schaduw werpen over deze onzekere periode in Rachel Hazes ondernemersavontuur.